Schuldig. Maar op een goede manier. Als jullie dit zien, dan ben ik al op vakantie geweest. En ik had wat nodig. Ik had de vorige keer al gezien één hele ding met losse pakjes erin. Die was er niet meer. Dus heb ik deze gekocht. 1, 2, 3. En er zit zo'n ring omheen. Eenmaal top. Kan ik ook nog loshalen. Okay. Maar dat ga ik lekker niet doen. Dus die. En die was 10 euro. En ik dacht van, nou, weet je wat? Ik neem dan nog maar een leuke handdoek mee. Voor 5 euro. Dus helemaal top. En het is gemaakt made use recycle cotton. Hier tussen staat 5 euro. En kijk. Zie. Dus er wordt wel gerecycled van flessen. Van oude kledingflessen, weet ik veel, gaat naar de fabriek. Die maakt klosjes van, garen van. En die maakt er dan kleding van. Dus hoef ik me ook niet schuldig te voelen. En is altijd recyclebaar. En als hij dan op is, kan ik het gebruiken als koelslap. Dus, ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje en dan zie ik jullie de volgende keer. Bye bye.